Brunswijk vindt het kappen van 560.000 hectare bos geen probleem. Vacatureoproep voor het leger. En brillenproject in Saramacca. 100 mensen aan een bril. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 14 maart 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. John Goedschalk, milieuactivist en oud-directeur van Conservation International, heeft dinsdag een petitie ingediend bij het kabinet van de president. Hij is tegen de grootschalige landbouwplannen van de regering. Men wil 560.000 hectare bos kappen voor soja- en maïsteelt. En Goedschalk vindt het een zinloze vernietiging van de biodiversiteit en het ecosysteem. Brunswijk denkt er echter heel anders over. Wij willen productie hebben. Als je naar Brazilië gaat, dan is het kilometers alleen maar aan maïs. Dat moeten we ook in Suriname hebben. Dus het idee om dat te reserveren is goed, zei de vicepresident voordat de Raad van Ministers vergadering begon. Brunswijk verzekerde dat deze 560.000 hectare aan bos niet bedoeld is voor speculatie of aan derden te gaan verkopen. Daar zal minister Dinota Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer ook niet aan meewerken. Daarom is het gegeven aan een ministerie en niet aan een stichting of NV. Het ministerie weet hoe verantwoord zij moeten omgaan met dit vraagstuk. We willen grote dingen gaan doen en als het goed uitkomt, laten we dat dan ook grote arealen planten in Suriname. Aldus de politicus. Eerder zorgde de op handen zijnde uitgifte van de grond en de mogelijke bewerking van de grond door de komst van mennonieten en het kappen van bomen al voor veel onrust. Niet alleen in de samenleving, maar ook internationaal. Goedschalk vindt het kappen van het bos een zinloze vernietiging. Een vacature, opleiding tot militair manschap ten behoeve van het Nationaal Leger, infanterie. Het Surinaams leger zoekt versterking. Op 7 maart jongstleden is een oproep gepubliceerd door het ministerie van Defensie. Men is op zoek naar mensen die willen opgeleid worden tot militair, tussen haakjes manschap, ten behoeve van het Nationaal Leger. Het nieuwe personeel heeft de volgende toelatingseisen. Minimaal 18 tot 28 jaar. Je moet minimaal 1,65 meter lang zijn en in goede conditie verkeren en de Surinaamse nationaliteit hebben. De betaling is conform de militaire loonreeks. En wat opvalt is het gevraagde opleidingsniveau, namelijk GLO en LBO. Op 19 september 2023 was er een eerdere oproep van diezelfde strekking, alleen voor het korps speciale troepen. En daar waren de vereiste LBO-ABC-diploma of MULO-diploma of overgangsrapport naar de vierde klas. Voor de duidelijkheid, GLO staat voor gewoon lager onderwijs en LBO voor lager beroepsonderwijs. Wil je bij het Nationaal Leger als infanterist, dan kun je je tot 4 april 2024 aanmelden. Er staat weliswaar manschap. We nemen aan dat deze oproep voor zowel mannen als vrouwen is. De Lions Club Paramaribo East Suriname heeft in samenwerking met de stichting Ziender Ogen uit Nederland en Vision Care bij Varida een brillenproject georganiseerd in het district Saramacca. En dat is voor de derde keer dat dit project wordt uitgevoerd in Suriname. Dit brillenproject was op 13 maart in samenwerking met het commissariaat Saramacca uitgevoerd in de Meester Bas Amadali multifunctionele zaal, te Groningen. Het is de bedoeling om steeds weer 100 personen per keer te helpen. Om lange wachtrijen te voorkomen kon men zich vooraf registreren. En de actie is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar en ouderen tot een leeftijd van 80 jaar. En tijdens de bijeenkomst wordt een oogmeting gedaan. En indien het gaat om een leesbril, dan krijgen de personen de brillen meteen mee. En gaat het om een dagelijkse bril, kan men een montuur kiezen. Die worden dan naar Nederland gestuurd en voorzien van de juiste glazen. En na ongeveer 8 weken komt de bril met de juiste sterkte terug in Suriname. Het burgerinformatiecentrum in het district Saramacca spreekt van een geslaagde actie. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv.
En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.